Welkom dames en heren thuis, vandaag met de uitzending live hier vanuit het golfbad. We gaan de twee wedstrijden van dames 1 en heren 1 livestream hier in het golfbad. De dames 1 speelt hier tegen ZPC Amersfoort en de heren tegen de Campvis. Ik heb hier Hans Willemsen bij ons staan, coach dames 1, ondertussen wel bekend. Hans, vandaag tegen Amersfoort, wel een goed team denk ik. Fysiek, sterk team. Ja, daar ga ik wel vanuit. Zij hebben deze competitie nog niet gespeeld. Maar zij zijn het reserveteam eigenlijk van Amersfoort. Waarbij het eerste team eerste klasse niveau speelt en sterk is. Dus ik verwacht van hun tweede team ook wel een fysiek pittige tegenstander. Ja, absoluut. Kijken of we daar tegen gewapend zijn vandaag. Ja. Inderdaad. En nog even zit nog een bekend iemand in het team bij Amersfoort. Malou. Leuk om te zien. Hey, eerste wedstrijd gehad dit seizoen en volgens mij voortvarend gestart. Ja, absoluut. De bekerwedstrijd gewonnen en daarnaast de eerste twee competitiewedstrijden gestart met 14 en 15-4 geloof ik. Twee grote overwinningen. Wel ook een beetje ingecalculeerd, hè, kijken naar de standen van de andere jaren en andere seizoenen. Vandaag een pittige wedstrijd en dan eigenlijk ook meteen de afsluiting van de eerste fase van dit seizoen. Competitieplanning zorgt ervoor dat we nu eigenlijk 4-5 wedstrijden na vandaag geen wedstrijd hebben. Dus dan sluiten we het eerste blokje af en gaan we door naar de volgende blok. En het zou mooi zijn als we dan de maximale punten kunnen doen. Ja. Dat zou supermooi zijn. Maar hoe ga je dan zo'n langere stop in? Gebruik je dat ook echt om de dingen die je nu hebt ondervonden te verbeteren en dat echt aan te pakken? Volgende week gaan we eerst even een beetje de drukte vanaf. Even wat ontspanning, want de eerste paar weken is natuurlijk best wel veel een race tegen de klok om snel genoeg fit te zijn voor die eerste paar wedstrijden. Nu even de drukte vanaf, even doseren. En dan gaan we inderdaad wel kijken of we een aantal nieuwe systemen en tactieken kunnen gaan inslijpen in de komende periode. Ja. Fijn om te horen. Nou, Hans, dankjewel voor dit interview en heel veel succes. En dan gaan wij nu over naar de commentaarspositie die het van ons kan overnemen. En gaan we zo meteen de wedstrijd voorstellen aan de kant. Een goede avond allemaal vanuit het golfbad in Os. Welkom bij de wedstrijd Arethusa Dames 1 tegen ZPC Amersfoort. Wij gaan zo beginnen aan de voorstelling. Dan gaan ze allemaal klaarstaan en dan gaan we ze één voor één voorstellen. De scheidsrechters die zijn nog druk bezig met het controleren van de nagels. Kijken of dat het allemaal in orde is. En de dames van Arethusa zijn lekker in aan het gooien. Ze moeten goed warm beginnen aan de wedstrijd. Kijk, en volgens mij gaat het gebeuren dat de dames dreigen klaar moeten gaan maken om langs de badrand te gaan staan om voor te stellen. Spelers opstellen voor de jurytafel. Alsjeblieft. Goedenavond allemaal. Welkom bij de wedstrijd tussen Arethusa en ZPC Amersfoort. We gaan beginnen met het voorstellen van onze gasten.
als eerste. Aanvoerder nummer 12, Nicky Habers. Keeper nummer 1, Zoe de Jong. Nummer 2, Anne Richt van Dam. Nummer 4, Maaike Verest. Nummer 5, Emma Heggen. Nummer 6, Sabrina van Engelen van de Wetering. Nummer 7, Veerle Willems. Nummer 8, Anna Wimmenhoven. Nummer 9, Marlou van der Wijst. En nummer 11, Marijn Bos. Hun coach is Evert Baartje. En hun teammanager is Ronald van Wijk. Gaan we beginnen met het voorstellen van Arethusa. Met als aanvoerder nummer 4, Femke Boersma. Keeper nummer 1, Geesje van Os. Nummer 2, Shanika Kokken. Nummer 3, Sophie Merkens. Nummer 5, Esmee Lucas. Nummer 6, Maaike Zandberg. Nummer 7, Pleun de Groot. Nummer 8, Joni van Breda. Nummer 9, Lisanne van den Elzen. Nummer 11, Simone Lucas. En nummer 13, Martine van Omma. Hun coach is Hans Willemsen. De wedstrijd wordt geleid door Annelies Mol-Griffioen en Joop Becks. Een fijne wedstrijd allemaal. Goed gedaan, hè? Welkom allemaal, hier zijn we vanuit de commentaarpositie. De dames die gaan zich klaarmaken en die gaan hun startpositie innemen. Gabby, heb jij een bepaald gevoel bij deze wedstrijd? Is het een sterke tegenstander, fysiek sterk denk ik? Ja, Amersfoort staat bekend om de fysieke spel. Maar wij hopen dat onze dames zo goed zijn getraind dat ze heel veel in de contra gaan en dat we ze daardoor heel veel doelpunten maken. Ja, blijven scoren, gewoon het spel blijven spelen van Arethusa. En zo probeer je die tegenstander in je macht te krijgen. De scheidsrechters die hebben er ook zin in. Ja, ze blijven nog lekker zitten. Dus, ze hebben hun rust hard nodig. Ze moeten daar waarschijnlijk heel veel op en neer. Gabby, maar Arethusa, de eerste twee wedstrijden in de competitie, ze staan aan de leiding. Ik heb net van Hans gehoord dat wij ook nog een lange rustperiode daar ertussenin krijgen. Toch een aparte indeling van de competitie? Ja. Het is jammer genoeg dat we daar, dat ik weet, 3 weken of 4 weken helemaal geen speelmomenten meer hebben in de competitie. Ze willen misschien nog wel een bekerronde ertussendoor ertussen prikken. Maar laten we het hopen om ze toch zo in conditie te houden en fit te houden. Maar het is alleen jammer dat je eigenlijk net te weinig ploegen in de competitie speelt waardoor je eigenlijk lekker kunt spelen alle weken. Inderdaad. Kijk, de scheidsrechters die zijn er klaar voor. De scheidsrechter vraagt aan de jurytafel of dat hun er klaar voor zijn. En dan gaan we gas geven, zullen we maar zeggen. Zijn vertrokken. Martine van Onna voor Arethusa. Ja, en die heeft de bal. Maaike Zandberg. Speelt we naar Femke. Femke naar Pleun. Kijk, de eerste uitsluiting. En
uitsluiting voor nummer 6. En een doelpunt Pleun de Groot. Kijk, de bal komt op de mid voor naar Malou en die krijgt hem. En terug naar Artuza. Geesje heeft de bal. En die speelt hem naar Sophie. En naar Pleun, naar Martine. En de keeper heeft hem. Kijk, het spelletje gaat eigenlijk naar mijn zin net te langzaam. Kijk, de bal is afgepakt door Femke. Kijk, bij de nieuwe spelregels van dit jaar is het een beetje dat je eigenlijk net iets minder mag. Dat je eerder je handen eruit moet doen. Waardoor je dan laat zien dat je echt niet vasthoudt. Anders krijg je eerder een zwaardere fout. Kijk, een boogbal van Sophie net naast, helaas. Uitsluiting voor nummer 12, Nick Jaberts. En een doelpunt van Pleun de Groot. Kijk, nou moeten ze de caps, die zaten los, die moeten ze weer vastdoen. Want dat moet van de scheidsrechters. Want anders kunnen ze het nummer niet zien. Kijk, het spel is weer hervat. Amersfoort heeft de bal. En die krijgt de bal mee. Mooi afgepakt. Kijk, en nou gaan ze een 1-0 door. Zie. Mone, die heeft hem 1-0 en die schiet hem in de verre hoek raak. Het is 3-0. Aanvallende fout en de bal is voor Artuza en Joni die gaat er van tussen en die geeft de bal op Sophie, maar daar komt hij helaas niet aan. En ZEC Amersfoort heeft de bal. Simone die verovert de bal en die in een 3-2 door en een doelpunt van Joni.
is 4-0. Het gaat lekker. De dames liggen goed in de ballijn. Daar is waar Hans altijd op hamert. Dat ze altijd in de ballijn moeten gaan liggen, waardoor ze daar de bal beter kunnen onderscheppen. En de eerste drie doelpunten, dat ik weet, is dat zo het geval. Hop, en weer de bal pakken ze af, omdat Joni goed ligt. Kijk, het is een behoorlijk tempo. De bal moet snel rond. Goed keeperswerk van Zoe van Amersfoort. Kijk, de keeper kan de bal niet kwijt, waardoor het heel moeilijk wordt voor Amersfoort. Mooi, kijk, ja, mooie onderschepping. Kijk, Pleun is aan het kijken of ze de bal ergens kwijt kan. Ik hoor je net zeggen, Gerby, over de snelheid. Hè? Ik zie nu dat de tempo wel wat omhoog gaat en dat is ook wel waardoor we meer ruimte krijgen, denk ik. Ja, precies. Het is omdat ze allemaal scherp in de bal aan liggen, is ook weer een teken dat ze scherp in de contra liggen. Kijk, en als de meiden elkaar vertrouwen, dan vertrouwen ze ook dat er altijd dat ze hem proberen af te pakken, waardoor dat ze in de contra kunnen gaan. Kijk, nou hebben ze Lisanne de overtreding mee. Ze paast hem naar Joni. Helaas schiet ze hem op de lat. Oh. Oei. Linke trap. Ik zag het ook. Maar uitsluiting voor Joni van Breda. Simone Lucas onderschepte de bal. Maar Joni moet nog wel helemaal terug naar de hoek. Als het goed is, geven ze ook een high five. Hop. Ja, oh. De Janica die wou een afstandsschot, omdat de schotklok was nog 20 seconden, was nog 1-2 seconden. En dan schoot ze hem op de binnenkant van de paal. Dan komt Nicky Habers wel door. En dan weer afgepakt. Heel ja, mooi, precies. Mike en die had hem ook goed onderschept. Goed naar de bal gekeken. Goed op de benen gestaan. Kijk, dit was periode 1. Arethusa leidt met 4-0. En bij de kant van Amersfoort hebben wij nummer 9, Malou van der Wijst. Die heeft vroeger nog bij Arethusa gespeeld, een aantal jaren. Een aantal jaren, volgens mij zijn ze nog kampioen geworden in dat jaar, volgens mij toen Malou erbij was. Ja, dat is zo lang geleden, ik ben al voor het zo oud. Dus goede oude tijd. Ja, precies. Dan sommige dingen herinner je niet meer. Maar Andy mag nou, Malou mag nou een potje meedoen met dames 2 van Amersfoort. Dus hartstikke leuk, leuke herinnering. Heb ik er iets over vertellen over ZPC Amersfoort? Want het is eigenlijk een soort van reserveteam in de competitie. Amersfoort heeft gewoon een hele rijke geschiedenis van waterpolo. En die bestaat al zo lang. Even zoeken hoor. Oh, dan kan ik het niet vinden. Ja, naar mijn weten bestaat de club al een eeuwigheid. Ja. En dat is. Die hebben ook altijd hoogklas gespeeld. En volgens mij speelt het. Dames 1 team dat ik weet spelen die eerste klasse. Of zelfs hoogklasse. Maar daar durf ik eigenlijk niet met
niet met zekerheid te zeggen. Nee, precies. Nee. Dit is eigenlijk het tweede team van Amersfoort. En betekent dat dan ook dat sommigen uit het eerste team ooit meedoen met het tweede en andersom? Of is dat echt wel een heel apart team op dat moment? Bij de dames, bij het zit zo dat je nou kort, als je niet bent ingeschreven in het team, dan mag je voor 10 wedstrijden freewheelen, zullen we maar zeggen, lekker overal spelen waar je wil. En dan heb je kans, als dames 1 niet speelt, dat er misschien een paar dames van dames 1 hier spelen. We zagen dat Amersfoort de bal had met topzwemmen, maar Arthusa het heel mooi overnam. Helaas nu niet in de rol, maar in 2 meter. Nou krijgen we een hoekworp en die is genomen. En nu is de bal in de tweede lijn. Dan moet de bal heel snel rondgaan en dan kan die op Sophie. Maar daar hebben de dames net niet goed door. Kijk, wij zien op een afstandje natuurlijk dat ze links en rechts wordt vastgehouden. Hè. Maar dan moet voorbij. Ja, dan moeten de dames gewoon gaan zwemmen. Als je wordt vastgehouden bij het waterpolo, dan moet je gaan zwemmen. En als je gaat zwemmen, dan zien de scheidsrechters dat je wordt vastgehouden. En dan heb je kans op een uitsluiting. Ja. Kijk, de keeper heeft de bal en die kan de bal niet kwijt, omdat het onze dames heel hoog liggen in de ballijn. En waardoor ze de bal heel moeilijk kwijt kunnen. Wordt overgenomen, Nick Jabers. Kijk. En overgenomen. Overgenomen, yes. Kijk. De Shanika. Een snelle break. Die komt over. Kijk. Komt, bal onder water. Maar ja, in onze ooghoek had ze hem net los. Maar ja, helaas. Kijk. Zie je, ze liggen allemaal goed in de ballijn, allemaal hoog druk. Waardoor dat Amersfoort de bal heel moeilijk, de bal niet naar voren kan spelen, niet kwijt kan. Kijk, hop, en Femke heeft hem weer en die krijgt hem mee. En als het goed is, gaat er op de rechterkant gaat er één door. En dus Martine, en die krijgt de bal van Geesje. Net de paas, net te kort, maar ze kan hem meenemen. Oh, mooi doelpunt. Heel mooi van Sophie. Goed uitgespeeld. Maar een doelpunt van Sophie. Ja, Martine neemt de bal over. En die is goed aan het zwemmen, aan het kijken. Kijk. In goede waterpolo borstkraal. En super mooi van Pleun. Doelpunt. Het is 6-0. Nou, ik sprak net Hans van tevoren en dan hoor ik toch ook een lastige fysieke wedstrijd. Ik merk nu dan toch dat het voor mijn gevoel de Arthusa kant op valt. En ja, net wat je net ook zegt, goed in de ballijn, goed op de man of op de vrouw in deze geval. Maar in ieder geval, dan maak je toch zo'n fysiek spel wat lastiger, denk ik, of niet, Gerrit? Ja, het is
Omdat de dames ballijn spelen en goed liggen, hoog liggen, waardoor dat ze kunnen laten zien dat ze worden vastgehouden of weggeduwd worden, noem maar op. Waardoor dat ze hun fysieke spel niet kunnen uitoefenen. En daar hebben wij ook een beetje geluk natuurlijk dat de scheidsrechters niet meegaat in het fysieke spel. Want ja, daar willen we als, of daar willen de KNZB wil daar vanaf, van het echte fysieke spel. Maar hier komt de 1-0 door van Femke en die maakt een doelpunt. Maar de KNZB die wil echt van het fysieke spel af, waardoor dat je de echt fysieke duels, die krijg je, die willen ze vermijden, die krijg je niet meer. Fluit is ook op tegen. En ja, ik vind het hartstikke goed. Ik ben ook een snelle zwemmer en zo. Maakt het spelletje ook een stuk mooier, hè? Dus de snelheid in het spel, bal goed kunt overspelen. Ja, precies. En dat maakt het toch ook veel leuker voor het publiek. En voor de mensen die toevallig op de telefoon of op de iPad zitten te kijken. Kijk, en ik weet niet waar de bal is. Oh, de bal is nog bij de keeper. En die paast hem naar Simone, als goed is naar Pleun. En als goed is, gaat ze een strafworp krijgen, ja. Want de intentie was om naar de bal toe te gaan. En de nummer 2, Anne-Richt van Dam, die had er een vast. Maar omdat er geen voordeel was, kreeg ze een strafworp. Simone Lucas, die mag klaar liggen voor de strafworp. Kijk, een hele mooie tatenbal in het hoekje. En het is 8-0. Mooie voorsprong. En de dames blijven eigenlijk heel goed doorgaan in het spel. De opdracht die ze van Hans hebben gekregen. En dat is heel mooi om te zien. En ik hoop eigenlijk dat ze ook nog gewoon periode dadelijk 3 en 4 ook gewoon zo door blijven gaan. Want dan weten wij, dan weet Hans dat hij op de goede weg is qua trainingen, qua ja, alles. Ja, absoluut. Als je dat ziet, dan eigenlijk is Amersfoort niet echt bij de goal, echt een kans op goal gezien. Is het dan toch omdat ze dat Arthusen ze zo vast heeft liggen dat ze daar gewoon geen kans voor krijgen? Ja, precies. Het is omdat wij heel hoog liggen, gaat de bal eigenlijk naar de tweede lijn. Kijk, en nu komt er toevallig één door. En Esme, die onder voor de lijn houdt ze hem dan tegen. Maar dit is eigenlijk de eerste echte kans die ik nou zie van Amersfoort. Maar omdat de Amersfoort nou heel goed doet inzwemmen. Op het moment dat je gaat zwemmen, creëer je kansen. Ja. Wow. Doelpunt Pleun. En als je gaat zwemmen, dan moeten de mensen over gaan nemen. En als die dan net niet op zitten te letten, ja, dan heb je eigenlijk een 1-0 door. Maar dan moet je de bal krijgen. En de bal kreeg ze eigenlijk hartstikke goed. Maar jammer dat ze hem dan net niet afmaakt om van die nul af te komen. Want dat vind ik altijd verschrikkelijk, de nul. Dat 9-0 is toch, daar kom je niet voor naar ons toe, denk ik. Hè? Nee, dat is toch 3 kwartier rijden naar Amersfoort. Hè. Dat is geen pretje. Nee, ik vind altijd, eigenlijk vanaf jeugd af aan, bij de kinderen, ja, je moet zorgen dat de nul eraf gaat. En daar moet je gewoon hard voor werken. En als je er hard voor werkt, dan gaat die nul er vanzelf af. Ja, zeker. Kijk, zie je dat? Nou liggen ze eigenlijk heel hoog, doordat je eigenlijk constant een handje ertussen kan steken. Waardoor dat ze het Amersfoort eigenlijk heel moeilijk heeft. Kijk, zie je dat? Iedereen ligt in de ballijn. Kijk, hier eigenlijk een paas van niks. Moet je weer terug uitzwemmen. Kijk, het is nou, ja, het is een... een boogbal op de lat. Maar ik had verwacht dat het een uitsluiting zou worden, want Simone had er vast. Kijk, nou heeft Geetje de bal en Geetje mag meezwemmen van Hans.
Kijk, en nou gaan ze als goed is, nog 20 seconden te gaan, gaan ze helemaal uitspelen. Totdat er daar echt iemand vrij ligt voor het doel die het schot mag afvoeren. Ja, maar kijk, nou nog 6 seconden te gaan. En ze hebben nog gewoon een doelkans. Kijk. En de bal winnen, ja. Janneke. Ja. Ja, helaas. Maar het is 9-0. Een hele mooie wedstrijd aan de Arthuizer kant. ZPC, die moet even tandje erbij. En dan van die nul af, want ja. Die willen we niet zien. We willen gewoon zien dat er lekker gescoord wordt. En dat is ook voor de kijkers hier al een heel stuk mooier om naar te kijken. Ja, precies. Kijk, en nu hebben ze 2 minuten rust. Wisselen ze van kant. En ze pakken meestal ook altijd wel goed de rust. Krijgen ze genoeg informatie van Hans. Wat ze nog beter moeten doen. Want ja, ik zie nog wel wat verbeterpunten, hoor. Maar als je nu even naar een... de tegenpartij kijkt naar Amersfoort. Hoe kan zo'n coach op dit moment zo'n wedstrijd nog proberen te keren? Nou, wat ik er dan eigenlijk mee zou geven, als je staat 9-0 achter, dan denk je, ik kan er niks meer aan doen als coach zijn. Ja, eigenlijk wel, je kunt er wel iets doen. Je moet dan gewoon tegen je speelsters zeggen van, hey, kom op meiden, hey, we gaan er nog even ons beste voor doen. En we gaan er een leuke pot van maken. En even blijven gas geven, dat is alleen maar goed voor de andere wedstrijden. Want we kunnen nou wel gewoon stil gaan liggen en niet meer zwemmen, niks meer doen. En gewoon naar 10, 11, 12, 0. Maar dan leer je niks meer van. Geen trainingen, maak er gewoon een goede trainingswedstrijd van. En gewoon blijven gaan, geef ze nog wat opdrachten mee. En gewoon goed de best laten doen. Ja, inderdaad. Je wilt eigenlijk gewoon proberen dat je dan toch weer die lering haalt uit deze wedstrijd. En dingetjes dan misschien maar moet proberen om de wedstrijd te keren. Ja, precies. Gewoon oefeningen meegeven die je eigenlijk wilt zien. En dan proberen goed uit te voeren. Kijken of dat lukt. En dan hopen dat je dat soort momenten, dat ze dan nog een zeg maar, doelpuntje meepakken uit een mooie situatie. Wat je als trainer of als coach meegeeft. Dat zou ik dan doen. Ja, je zou proberen dat te proberen te keren. Ja, precies. We zien bij Arthuizer Martine weer opzwemmen. Ja. En bij Amersfoort is het Rijn Bos. Ja, ik vond ze eigenlijk net iets te snel wegstarten. Maar, kijk. Alsnog bij Martine. Precies. Kijk, Femke heeft de bal. Speelt hem naar Joni. Wordt een beetje vastgehouden aan de linkerarm. Kijk, uitsluiting voor S5. Emma Heggen. Kijk, en nou moet die bal eigenlijk heel snel rond. Met de nieuwe regels mag je ook helemaal eigenlijk al op de achterlijn liggen. Waardoor dat je eigenlijk meer kansen creëert. Het is nog een paar seconden te gaan en moet de schot komen. Net over. Femke schiet net over. En ze zijn weer compleet. Kijk, de bal was iets te ver naar binnen, waardoor Jonium kon onderscheppen. En de bal is nu weer bij Martine in het aanvalsvak. Kijk, en die gaat kijken of dat ze zelf kunt scoren. Kijk, hop, en een mooie passeerbeweging. Omspeelt ze de keepster. En maakt een mooi doelpunt. Gaat op snelheid er voorbij en creëert een mooie kans.
En ik ga mijn commentaar overgeven aan Mireille. Kijk, Sophie onderschept de bal. Kijk, een uitsluiting voor nummer 2, Anne Richt. En Esme Lucas heeft de bal en die schiet hem op de lat. En ik had hem misschien nog wel afgespeeld eigenlijk naar links, naar Femke. Ik weet niet hoe jij het zag, maar Mireille. Nou ja, op zich een mooie contra-aanval gespeeld. Alleen, het had beide gekund. Ze had hem best mogen schieten. Ja, zeker. Ze had hem zeker mogen schieten. Maar met deze stand probeer je toch eigenlijk alles eruit te halen natuurlijk. Oh, jammer. Dat is de echte paas van het team. Verovert ze eigenlijk zo mooi de bal op het midden. En door eigenlijk net iets te weinig rust om de bal te brengen, geeft ze hem meteen weer af naar de tegenstander. En is de contra van Esme weg. Training van Joni. Kijk, Martine verovert de bal en die gaat weer springen. Oh ja, uitsluiting voor nummer 12. Nikki is er weer uitgestuurd. En kijk, met de nieuwe regels gaan ze meer op de achterlijn liggen, waardoor je eigenlijk meer kansen creëert in op de paal en op de top. Maar dan moet de top wel mee naar voren schuiven. Ja, je ziet eigenlijk de 2 meter. Ja, dat klopt. Binnen de rode pionnen op de achterwand mag je niet in de 2 meter liggen. Daar is de oude buitenspelregel gewoon geldig. En wat jij net bedoelde was dat je daar buiten dus meer naar de achterlijn toe mag bewegen. Waardoor de ruimte ontstaat. Ja, precies. En op het moment dat de bal op de 2 buitenste vleugels aan, dan mogen ze erin. Maar op het moment dat de bal eruit gaat, dan moet de intentie zijn van de paalmensen om er meteen eruit te gaan. Nou, hier zien we een hele mooie paas van Geesje. Het is een strafworp. Ja, goed gezien, scheids. En Maaike is de veroorzaakster. En Janika mag hem proberen te scoren. Eigenlijk als je de 5 meter in zwemt met de bal en je ligt ervoor, dan weet je eigenlijk zeker dat je hem krijgt. Ja. Kijk, nou kunnen we tenminste praten op hoog niveau over waterpolo. Zo is dat. Nou, er was geen twijfel mogelijk bij Shanika. De keeper die sprong er niet eens naartoe. Nee, die was eerlijk gezegd, die was gewoon te traag. Ja, reageerde gewoon in de bal. Ja, nee, precies. En volgens mij als keeper zijn, dan moet je reageren. Dat lijkt een prima functie. Kijk, een mooie onderschepping. Mooie onderschepping eigenlijk. Waarom wordt dit nou niet afgefloten? Omdat ze zichzelf laat zakken naar de bodem en daar fluit de scheidsrechter niet voor in het waterpolo. Kijk, en zo maken wij een 1-0 af. Eigenlijk heel mooi. Ze zwom hem goed door. Ging door naar. Ze bleef naar voren bewegen, wat belangrijk is in een 1-0 om die ruimte ook te houden. Je zag er even achterom kijken waar de tegenstander was en ze zag dat ze meer dan genoeg ruimte had om even rustig te dreigen en hem heel goed af te maken. Ja, dat was netjes van Simone. Niks mis mee zo. We zien eigenlijk dat ze meteen opvangen en meteen pressing op de bal zetten. Ja, en ze gaan ook ballijn liggen, waardoor het moeilijker is om de bal af te spelen. Ja, de ballijn zijn nog wel een beetje scherp. Ja, hey, derde periode. Hey, derde periode, 11-0. Je weet hoe het gaat. Hier komt weer een strafworp aan. Ja. Kijk, Femke die veroorzaakt de strafworp. Ja, je ziet hem eigenlijk aankomen omdat zij er goed omheen draait. En dan weet je eigenlijk dat je aan de verkeerde kant ligt. Dan heb je eigenlijk geen optie meer om te verdedigen. Nee, dan moet je afblijven. Ja. Beter een bal onder druk dan een strafworp helemaal vrij weggeven. De nummer 2. Kijk. Annegret van Dam. Ik denk, nou gaat die nul eraf. Helaas schiet ze hem op de binnenkant van de paal op de rug van Geesje. En hij gaat er net niet in. Kijk maar daardoor. Oei. Ja, dit is eigenlijk te onderduiken en dat mag niet. Ja, dat is ook weer een nieuwe regel. Krijg je hem niet mee. En eigenlijk doordat we met voor niet echt ruimte maken, was het ook krap. Ja, precies. Komt, let op. Ja. Ja, dat was ook een beetje duik, hè? Maar hij heeft ze goed gezien. En daarom fluit de scheidsrechter. Nee, precies. En we zien een nieuwe contra van Wit aankomen. Met een goede paas.
zo maken de bal af. Kijk. Hele mooie paas, snelle uitbraak van Martine en die dat op zijn Martinez afmaakt. Precies. De bal goed meegeven, ook belangrijk, was een hele goede paas van Geesje. Ja, heel goed, want de keeper kwam al een beetje uit. En als de paas een half metertje verder was geweest, had de keeper hem gehad. Dus een goede paas van een goede keeper is heel erg prettig in je spel. Keeper is half werk. Die moet de ballen tegenhouden en zo. Eigenlijk heel logisch. Dat ze weer meteen druk op de bal zetten. Precies, meteen proberen ze de ballijn te liggen. Eigenlijk ook hier de ballijn niet scherp genoeg, waardoor de paas nog steeds kan komen. Esmee mag scherper in de ballijn liggen, namelijk niet in de ballijn. Ook Sophie gaat eigenlijk kiezen ervoor om erachter te liggen. Nou, kan ik me daar iets bij voorstellen op deze afstand. Ja, en voor de leeftijd natuurlijk. Ze wil niet in een fysieke spel meegaan. En eigenlijk kan ze daar hartstikke goed. Nou, wel een goede contra. Ook, kijk, komt hij aan. Heb je vrij. Je hebt eigenlijk twee man meer door. Als die zal ook nog doorzet. Nou, dit is goed zo, blijven zwemmen. Blijven bewegen, blijven bewegen. En tweede paal. Ja, goed gezien. En kom. Naar midden die bal. Hier moeten ze lef gewoon hebben om die bal gewoon te schieten. Lisanne heeft een kans en die schiet hem op de linkerhand van de keeper. Het draait eigenlijk net niet ver genoeg door, waardoor ze het zichzelf moeilijk maakt in het schot. Ja, nee, maar als ze niet te ver doordraait, heeft ze maar één keuze en dat is eigenlijk de lange hoek. Ja, hier zie je eigenlijk weer de niet in de ballijn verdedigen eigenlijk. Dat was wel de bedoeling volgens mij, ja. Maar we zien eigenlijk geen ballijn waardoor... Mooie onderschepping van Maaike, omdat de paas eigenlijk niet heel goed was op de midvoor. Waardoor Maaike hem in de lucht zelfs kon doortikken. Kijk, goede bal aan de binnenkant van Geesje. Als en de paas goed was. Mooie bal. Blauw had even een lichte miscommunicatie wie haar ging verdedigen. En Simone heeft niet veel ruimte nodig met haar techniek. Nee. En kijk, de bal van de keeper was weer heel belangrijk. Die paas hem in de lijn van de aanvaller. Van Pleun was het geval. En die had heel goed gezien dat er in de tweede lijn iemand doorkwam. En even wachten en ik kon zo aangepast worden. Eigenlijk hier Esmee moet meteen naar de man toe. Simone heeft niet helemaal ballijn. Pleun nu wel. Die ligt wel ver van de man af. In principe als je ballijn speelt moet je in contact zijn. Dan weet je ook waar je tegenstander blijft. Zodat ze niet zomaar weg kunnen draaien. Ja, hop en dan hebben. En weg. Dan zien we de contra weer opnieuw van Sophie. Die heel even twijfelde of Lisanne hem had, maar soms moet je een risicootje nemen. Let op midden, Geesje. Oh, nog 6 seconden te gaan, nog 5, 4. Koop, en dan gaat ze schieten, aanhalen. En een mooi schot, en een doelpunt. En ook de keepster staat op het scoreformulier. Hartstikke dus mooi doelpunt. 14. Mooi schot. En de dames die gaan even rusten, 2 minuutjes. En dan gaan ze voor de laatste periode gaan ze nog een tandje erbij zetten. Dat mag geen probleem zijn, denk ik, als ik het even zo bekijk. Nou ja, je weet maar nooit, zeggen we altijd. Maar het spelbeeld, dan moeten ze deze... Eenzijdig. Precies, dan moeten we deze overwinning over de streep trekken. En best goed gevuld op de tribunes. Ja, zeker. En er valt niks tegen. Ik schat een mannetje of 40, 50. Ja, dat denk ik ook wel zo. Ja, precies. Nou, het is ook goed. Deze dames die verdienen de aanmoediging ook om terug te gaan naar de klasse hoger. Waar ze eigenlijk wel horen, vind ik. Daar kunnen ze mooi laten zien dit jaar door opnieuw door kampioen te worden. Ja, en... dan hopen we wel dat ze dan overtuigd kampioen worden. Want dan weten we gewoon zeker dat ze daar echt in terug horen. Ja, maar je hebt een relatief jong team, hè, waar echt nog wel groei in zit. En er komen ook aan de onderkant meiden aan die straks voor een mooie opvolging kunnen gaan zorgen. Dus, ja, dat is zeker. Hansie heeft de jeugd die er nou bij Hans meetraint eigenlijk wel... vindt hij heel belangrijk dat die ook heel veel aandacht krijgen.
En dat ze meetrainen ook gewoon echt met dames 1 en dames 2. En dat ze veel wedstrijden spelen. Ja, en vooral ook af en toe nog even voelen dat ze nog niet zo goed zijn als ze zelf. Ja, precies. Dat is ook wel af en toe een klein tikje uitdelen, zullen we maar zeggen, hè, op de training. Ja, die meiden die leren heel snel door op dit niveau mee te mogen trainen. En die voelen straks ook de aanvulling weer zijn voor de dames. Nou, ze gaan klaar liggen voor de laatste periode. Eerst nog de laatste minuut als het goed is. Ja. Kijk, Hans die geeft het aan. En die mag ook weer de eerste flight signaal geven voor de vierde periode. En daar gaan ze. Maaike die zwemt op en tegen Nienke. En Maaike die heeft hem. Eigenlijk mis ik nu de doorstart van Maaike meteen. Hè? Eigenlijk degene die opzwemt als hij de bal heeft, moet hij meteen doorstarten. Dikke kans omdat de benen van de tegenstander nog verkeerd liggen, dat je er dan gewoon voor zit. Je ziet opnieuw een goede aanval van Sophie. Kijk. Nou voor de neus en dan... Doelpunt. Mooi als gedaan. Als het geen doelpunt was, was het straf ook. Vijf weten, zeker weten. Ja. Maar dit was knap in de kleine ruimte, weinig tijd. Ja. Gewoon goed in de hoek geplaatst. Annelies die had de voordeelregel goed toegepast. Maar goed gezwommen ook van Sophie. Hè. Niet ingehouden, door blijven zwemmen naar de goal. Team brengt de bal. Nou, dat zag ik zoals het wordt. Ja. En de eerste. Kijk, dit is ballen. Ja, en hebben. Dan is er geen twijfel. Kijk, en dan er komt hoef je geen duel aan. Kijk, Mike zwemt ook heel goed met de bal. Maar die is aan het kijken waar ze naartoe moet spelen. Doelpunt. Ik denk dat Hans een opdracht heeft meegegeven, heb ik het idee. Ik denk iets met zwemmen. En het is de tweede aanval, het tweede doelpunt binnen 32 seconden. Dus eigenlijk, ik denk dat ze nog van Hans nog hoog moeten gaan liggen in die ballijn. En nog proberen nog verder uit te lopen. Ja, en de contra te blijven zwemmen en niet te twijfelen als ze helemaal voorin zijn. Je ziet ook dat blauw het nu wat moeilijker gaat krijgen. Je ziet nou Pleun al scherp in de ballijn kruipen eigenlijk. Sophie durft dan nog niet helemaal. Dus op die positie ook best een spannende ding om in de ballijn te gaan. Nou wil ze eigenlijk die overtreding krijgen, blauw 12. Want dan heeft ze een vrije schietkans. Die gaat ze nu krijgen. Oeh. Hey, ja. 30 seconden voorbij. Kijk, als ze... De schotklok voorbij. Binnen 30 seconden moet er een schot op goal zijn, anders gaat de bal naar de andere partij. Nou zien we eigenlijk Pleun aan de verkeerde kant inzwemmen. De bal is eigenlijk op links en ze zwemt aan de rechterkant in, waardoor de tegenstander tussen haar en de bal in ligt. En daarom wordt de paas voor Joni heel moeilijk, dus om je team te helpen, helpt het om aan de goede kant in te zwemmen. Kijk, nou krijgen we weer een man meer door. 3-2 zie ik hier, maar dan moet de bal snel komen. Rechts. Ja. Ah, Sophie gaat door. Uitsluiting voor 11. Merijn. En een doelpunt van Pleun. We zien eigenlijk de korte hoek helemaal open liggen. Onderlangs de arm zit altijd. En zeker als Pleun hem schiet. Ja. Goed aangeleerd. Zo is het. Kijk, Femke had eigenlijk de bal al in contact. Ja, maar ze laat de hand achter op de rug van de tegenstander liggen. Precies. Dat mag niet. En daar had de scheidsrechter gezien. Nou, dit is zakken, daar doen we niet aan. Dus daar gaan we nooit een bal van meekrijgen. Martine met de lange armen die... Kom. Tweede paal. Ai, jammer. Niet gezien. Wel gezien, maar net te traag in de actie. En nou moeten we met voordeel inkomen. Dat gaat Martine zijn. Die kiest eigenlijk nu om op de 5 meter al het gevecht aan te gaan. Dat is in elk geval respectabel, maar vermoeiend. Ja, ik weet er alles van. We kunnen beter op de 2 meter beginnen. Ja. Zo ver mogelijk doorzwemmen. Ja. Dat is eigenlijk mijn alles belangrijk, hè? Zo ver mogelijk doorzwemmen. Op de 5 meter. Ja, goed gezien. Ja, op de rug. Ja. En de scheidsrechter die had het al eventjes in de gaten. Die wachtte even het spel. Moment af of dat ze een doelpunt maakte. Dat is de nieuwe regel, hè? De uitgestelde 5 meter. Ze gaf hem al aan. Precies. En als hij niet zit, dan is het gewoon een strafworp. En een terechte straf. Ja, zeker.
Ja, en nou komt hij. Hop, eindelijk van die gehate nul af. En het doelpunt is voor Anne Richt van Dam. Die gunnen we ze. Het is ja, 18-1. Ja, ik ben niet van de nul. Nee, dat hoort ook niet bij waterpolo. Nee, precies. Precies. Nou, we zien dat ze niet... Oei, ik zag een uitsluiting eigenlijk van 12. Maar scheidsrechter over het hoofd gezien. Maar daar heb je als je van bovenaf naar beneden kunt en kijken. Nou, heel goed uit. Ja. Eigenlijk. Nou, mooi gespeeld. Alleen nou had hij achterlangs op nummer 4 gemoeten. Precies. En dan had Femke hem makkelijk en vrij kunnen schieten. Want Mike had twee man op de nek liggen. Ja, die rust moeten ze dan eigenlijk nog bewaren als je aan de zijkant ligt. Als je dat hebt en dan heb je het zicht op de rest van het speelveld. Je doet de snelle contra en op het einde moet je 1 seconde nadenken. Precies, uitsluiting voor Femke. Ja, dit zijn altijd de onnodige uitsluitingen op de helft van de tegenstander. Die is niet per se nodig. Wel fijn dat de tijd een beetje wegtikt. Dus het is vaak een wat kortere man meer. Of man minder voor Aretuza. Nou, je ziet eigenlijk dat ze vrij compact verdedigen. Kijk. Waarbij ze het tegenstander gewoon dwingen tot een schot. Ja, je ziet eigenlijk... Ze geven 2-3 paasjes en een schot komt al. Ja, ik snap het qua tijd, snap ik. Maar eigenlijk moet je dan zorgen dat je de bal veel sneller rondspeelt. Kijk, Martine, net niet op de hand. Nou, en nou is het tijd voor die rust. Precies, goed rondkijken, tweede lijn zoeken. Je ligt vrij, inbewegen. Kijk, komt de bal, let op, meer voor. Vanaf Martine om in te zwemmen. Hoppakee, doelpunt. Oeh, ja, ik vanuit. Nee, vanaf hierboven zijn wij de VAR. Hij was er net niet overheen. En dat komt eigenlijk omdat ze net niet ver genoeg doordraait. Maar zij start eigenlijk in van de positie 1. En normaal zien we wel liever dat ze vanaf 2 of 4 instart. Ja, precies. Precies. Dat is een moeilijke bal. Ja, ze moest eigenlijk om de medespeelster heen zwemmen. Om op die positie te komen. Ook hier eigenlijk geen ballijn, waardoor de paas toch kan komen. En ook Shanika net geen ballijn, Joni geen ballijn. Kijk, 3 seconden, nog 1 seconde, 30 gaat af en ze zijn weer weg. Wat is het voordeel van de ballijn is dat de paas eruit gaat, maar ook dat je in principe een goede snelle contra kan spelen. Kijk, tweede lijn komt er eentje door. Nou, goed gezien. Oh, jammer, 2 meter. Deze paas is te laag. Ja. Als die paas hoog is, dan pluk ze hem uit de lucht. Precies. Meer tijd en dan is het of een 5 meter of een doelpunt. Dan gaat hij komen op zijn mannen. Kijk. Zo. Ja, nou, ik vond dit eigenlijk een overtreding van de tegenstander. Dit doen we nooit. De keeper aanvallen heeft geen zin. In principe is de keeper redelijk beschermd bij het waterpolo. Ja. Dus die laat maar liggen. Met deze stand kan je af en toe iets proberen, uiteraard. Hier eigenlijk... Een mooie actie erachteraan. Maar eigenlijk kan je dit voorkomen door in de ballijn te verdedigen. En daarom breekt het eigenlijk net uit. Dit is eigenlijk wat we bedoelden met de goede nette paas geven. Dat belangrijk is. Nou doet ze eigenlijk... Uiteindelijk krijgt de keeper ermee. Ja, dit soort ballen die moet je dan op de hand spelen. Ja, absoluut. Zeker met zoveel ruimte en vrijheid. Kijk, en ze worden weer even een beetje slordiger. Ze moeten even hun spel hervatten. En als de afspraak was ballijn, dan moet dat ook geprest worden. Kijk, komt die op de bal. Ja, goed zo. Was Joni op de bal. Ja, netjes. Dat is eigenlijk de allerenige optie die je misschien hebt om geen 5 meter tegen te krijgen, is deze manier van verdedigen. Ja, en de laatste minuut is ingegaan. Oei. Slordig om zo de bal te verliezen. Eigenlijk wil je hem gewoon uitspelen. En met deze stand maakt het uiteraard niet zoveel uit. Er zijn ook wedstrijden dat het erom gaat. Ja, dan ligt de druk wat hoger, hè? Ja. Ook hier is de ballijn eigenlijk niet aanwezig. Goed zo, op de bal. Netjes. En op, pak die. Kom, en op de raf. Nog 1 aanval. Geesje gaat mee. Contra daar op links. Goed gezien. 1-0. Of een 2-1 in dit geval. Nou, Maaike. Hop. Juist.
Maaike Zandberg scoort de 19-1. Nog 12 seconden op de klok. Ja, dat is eigenlijk geen twijfel. Als die paas goed is, zit hij altijd. Precies. Spelen de laatste. Nou, hoor ik mezelf niet. Kan je zeggen dat de microfoon is uit? En een microfoon zit uit. Nee. Hallo. Uitslag is 19-1 voor Arethusa Dames 1. En de dames die hebben hard gestreden, hard gewerkt. Links en rechts wat slordigheden. Gerbie, ik ga jou langzaam verlaten. Ik ga de heren coachen. Ja, succes met de herenwedstrijd. Zet hem op. Mireille, bedankt voor alles. Fijn dat je nog even in kan springen. Een hele mooie overwinning van de dames. Ze geven elkaar nog netjes een handje. Het was op zich een redelijk mooie sportieve wedstrijd. En de heren die staan klaar om in te zwemmen. Die moeten vandaag tegen de Campfish. En dat is altijd wel een leuk potje, nog van vroeger uit. De heren die liggen er helemaal klaar voor. En de dames zien er eigenlijk wel, bedankt. De dames krijgen nog een nabespreking, nawoordje van Hans. Dat de wedstrijd op zich heel goed is gegaan, dat er nog wat puntjes op de i moeten gezet worden. En bedankt voor het luisteren en kijken naar deze wedstrijd. En succes dadelijk met de heren 1 van Arethusa tegen de Campfish. Bedankt. En we hebben gekeken naar de dameswedstrijd, de Arethusa tegen ZPCA Amersfoort. En we hebben een klinkende overwinning gezien voor de dames van Arethusa. Om even door te gaan op het dameswaterpolo, hebben we bij Arethusa een aantal goede talenten in de gelederen. En daarmee zijn we samen met Njort Veldhoven een samenwerking aangegaan. En daar heeft DTV deze week een hele mooie reportage over gemaakt. En deze willen wij graag met jullie gaan delen. Hierbij. Waterpolo meiden van Arethusa vormen sinds dit seizoen één selectie met Njort uit Veldhoven. Waar gaat het eindigen dit seizoen? Ik hoef niks. Ja, ik hoop dat we gewoon in de top 3 komen. Welkom. Waterpolo Club Arethusa is dit seizoen een samenwerking aangegaan met de Veldhovense zwemvereniging Njort. Het meidenteam onder 15 jaar speelt met één gezamenlijk team in de eredivisie. Ja, ik vind het een hele leuke ervaring. Ook gewoon omdat het een gezellig en leuk team is. En ja, we kunnen het ook wel goed met elkaar vinden, dus dat maakt het extra leuk. Eerst was het wel even wennen, maar daarna werd het steeds leuker en we leerden elkaar ook beter kennen. En toen was het ook gewoon leuker om samen te trainen en nu zie ik er elke keer naar uit. Arethusa kan door de samenwerking met Njort uit Veldhoven zijn debuut maken in de eredivisie onder 15 jaar. De ploeg uit Veldhoven heeft al veel ervaring op dat niveau, maar kwam wat spelers tekort. Arethusa schoot deze zomer dus te hulp. Het doel is dat de spelers en de clubs er beter van worden. Ja, ik denk dat we dat allebei wel die wens hebben. En we willen de meiden gewoon het podium geven dat ze de ontwikkeling die ze hebben, dat ze daar ook gewoon in door kunnen blijven groeien. En dat we elkaar dan daarin kunnen versterken, dat is alleen maar supermooi. Jullie worden er wel beter van?
Ja, we worden zeker beter. Ook met de wedstrijd worden we ook steeds per periode beter. We hadden snel eigenlijk al een klik, want ze hielpen ons ook met hoe we het gingen doen en hoe we het allemaal aan moesten pakken. Dus dat was wel fijn. Wat heb je al geleerd dit seizoen? Hoe je terug moet vallen in de contra en op je rug zwemmen en dan weer naar voren. En ja, nog veel meer. Ja, gelukkig rijden we filevrij best wel daar naartoe. Het is inderdaad toch wel een goede 40 minuten rijden. Maar gelukkig hebben we het zo gecombineerd dat we één keer daar trainen, één keer hier trainen en nog ook ieder bij hun eigen club nog een training heeft ook. De meiden zijn niet totaal onbekend voor elkaar. Ze hebben gezamenlijk getraind bij de waterpolo opleidingsschool in Eindhoven. Daar kennen ze elkaar van. Een deel kent elkaar ook van de nationale selecties in Zeist. Dus ze zijn niet heel vreemd, maar ja, ze voelen elkaar in het water goed aan. Ja. Ja, dat is wel lastig soms, want je kent elkaar gewoon nog niet hoe je paast en dat soort dingen. Dat moet je gewoon heel vaak doen en dan weet je precies hoe mensen je aanpassen en dat soort dingen. Het gaat de Osse dames voor de wind. De eerste twee wedstrijden werden met ruime cijfers gewonnen. 33-1 en 36-3. Ja, dat was wel echt heel vet, ja. Hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen? Ja, de wedstrijden waren wel de tegenstanders waren wel makkelijk, maar ik denk dat er nog wel uitdaging gaat komen. We hebben ook wel een sterk team van onszelf en we zijn ook goed op elkaar ingespeeld. Maar we hopen wel dat we dat die dikke overwinningen wel af kan nemen. Dat we juist voor ook het stukje weerstand dat we graag zouden willen hebben voor die meiden, dat we dat uiteindelijk ook nog wel op ons pad komt. Waar gaat het eindigen dit seizoen? Ja, ik hoop dat we gewoon sowieso in de top 3 komen. Nou, we hopen toch wel heel veel ervaring op te doen in de Eredivisie. En toch ook een beter team krijgen, dus meer samenwerken. En gewoon zo hoog mogelijk eindigen natuurlijk. Wat het uiteindelijk gaat brengen, ja, de toekomst zal het uitwijzen. En het gaat vooral om elke wedstrijd, elke training beter worden. Beter dan dat je gisteren was. En wat het resultaat zal zijn, ja, dat zullen we ergens mei volgend jaar zien. Ja, ik hoop op de eerste plek. Het is de verwachting dat de volgende wedstrijd voor de dames komend weekend wat lastiger gaat worden. Tot slot van deze uitzending kijken we nog even naar de inhoud van het radioprogramma MFM Sports. Zo is er aandacht voor de derby tussen HWCH en UDI-19. En is ook OSS 20 tegen Kwik te volgen op de radio. De uitzending begint vanaf 2 uur. Maandagavond vanaf 7 uur zijn we er ook weer op televisie. Heel graag tot dan. Nou, dat was een hele mooie reportage die deze week gemaakt is door DTV van onze jonge talenten. Heel erg mooi om te zien dat zij deze kans krijgen om op dit niveau verder te spelen en zich verder te ontwikkelen. Buiten deze meiden hebben wij nog een heel mooi talent binnen onze gelederen. En dat is Nino Smit. Nino, kom dus bij. Yes. Nino, jij speelt bij Aretuza al vanaf de F's, denk ik. Hè? Vanaf het begin dat je begonnen bent, toen je 6 was. En je speelt momenteel bij Aretuza in de C. Maar daarnaast heb je ook nog je uitdaging bij PSV. En dan speel jij in de Eredivisie. Vertel eens wat meer. Ja, ik train nu 2 keer in de week bij PSV. En dat doe ik om ervaring op te doen. En het is ook heel leuk. Ik ken al heel veel mensen van WOC. Dus het is ook niet dat ik opeens in een vreemd hoekje kwam. En het is alle wedstrijden. Ik leer steeds meer. En ik ben er kei blij mee dat ik deze kans krijg. Dat snap ik. Hè? Dat is ook de extra ervaring die je daar kunt opdoen. Andere trainers, en ik denk dat je daar ook net de andere kneepjes van het vak leert. Dat doe je natuurlijk ook al bij WOC. Hè? Daar ben je al, hoeveel jaar? 2 jaar, denk ik? Ja, 2,5, 2 jaar. Zoiets. Ja, daar speel je eigenlijk al, of daar train je met goede trainers. En met alle talenten uit de regio, waar toch je niveau omhoog gaat. En volgens mij hebben we zo meteen nog iemand voor de camera die jou daar, of in ieder geval daar de trainster is. Hey, je hebt vandaag een wedstrijd gespeeld met PSV in de middag. Ja, dat ging niet zo goed. We hebben verloren. Maar ik heb wel weer heel veel geleerd en ik hoop dat het volgende keer weer beter gaat. Wat ging er niet goed? Hebben jullie dat samen besproken? Ja, wij hebben altijd dat het begin heel erg slecht gaat en per partje beter wordt. En vandaag moesten we tegen een hele goede tegenstander. Dus we moesten eigenlijk al vanaf het eerste partje goed zijn, maar dat ging niet zo goed. Jullie kwamen niet terug in de wedstrijd. Wat was de eindstand? Volgens mij 22-13. Oké, nou. Weer de ervaring eruit pakken en door naar de volgende wedstrijd.
Dankjewel Nino. Hè. We wilden toch even jou de aandacht geven omdat je daar zeker bij hoort bij de talenten van Aretuza. Dankjewel. Dan hebben we Simone Lucas van Dames 1. Zojuist de wedstrijd gespeeld tegen Amersfoort. En volgens mij een klinkende overwinning. Vertel eens wat jouw ervaring was deze wedstrijd. Ja, we kenden het team eigenlijk helemaal niet. We hebben wel tegen het eerste team van Amersfoort gespeeld. Dus we wisten ook helemaal niet wat we konden verwachten. We wisten wel dat ze fysiek speelden. Dus Hans zei, we gaan gewoon ons spel doen vanaf het eerste moment. Lekker pittig erin. En ik denk dat dat wel goed gelukt is. We hebben eigenlijk wat de vorige wedstrijd misging. Dus wij gaan dan naar de goal en dan blijven we daar een beetje liggen met z'n allen. En nu moesten we ruimte maken en ik denk ook dat dat heel goed gelukt is. Dus daar zijn we eigenlijk heel blij mee. Absoluut. Ik hoorde in de commentaarspositie goed in de ballijn. Goed samenspel en uiteindelijk die snelheid in de wedstrijd waardoor jullie kansen creëerden. En daar waren er voldoende. Het was een fysieke ploeg. Hè? Dat vertelde Hans in de voorbeschouwing ook. Zijn dat dan toch andere speelsters of die je dan niet kent? Of hoe zie je dan zo'n wedstrijd? Ja, ik persoonlijk had verwacht dat wel een goede tegenstander zou zijn. En ook in de competitie hadden we met een paar meiden van tevoren ook nog bedacht dat er wel misschien tegenstand zou kunnen bieden, hadden we verwacht. Maar ja, uiteindelijk hadden we te horen gekregen dat ze een paar van dames 3 meenamen en dat ze eigenlijk ook niet genoeg mensen hadden. Dus ja, werd het uiteindelijk al heel anders en dachten we, ja, dan gaan we er maar gewoon voor en dan vol erop en dat hebben we gedaan. Is het dan dat ze denken van we moeten tegen Aretuza? Was misschien al een dat ze geen overwinning dachten te kunnen behalen? Dat ze dan met een minder team komen of waar kan zoiets aan liggen? Nee, ze hebben überhaupt te weinig mensen, want ze hebben ook 3 punten mindering gehad bij de eerste wedstrijd. Hadden ze ook niet genoeg mensen. Dus dat is eigenlijk voor hun een probleem heel het seizoen door. En ja, voor ons pakt dat misschien toch wel goed uit. Absoluut. Nou, de derde wedstrijd, 3 overwinningen bovenaan in het klassement. Dat doen we het voor, denk ik. Maar nu een best wel lange periode voordat weer de volgende wedstrijd is. Hè. Waarschijnlijk wel nog een bekerwedstrijd die er tussendoor komt. Maar wat doen jullie om dan toch eigenlijk goed in niveau te blijven en in conditie te blijven? Ja, we blijven wel doortrainen. En Hans gaf net aan dat we wat meer spelvariaties gaan trainen. En we hebben nog een oefenwedstrijd gepland tegen Acomigos. Tegen ons oud teamgenootje van vorig jaar, tegen Brit. Gewoon een beetje zo de periode proberen te overbruggen. En we hebben ook nog onze dames 2 en 3 groep natuurlijk. En de meiden en alles, die gaan ook gewoon door. Dus we krijgen onze tijd wel om, denk ik. Helemaal goed. Dankjewel Simone. En tot de volgende keer. Dankjewel. Dankjewel Simone hier nogmaals. We gaan terug naar de commentaarpositie. We gaan zo meteen voorbereiden voor de herenwedstrijd. Dank je.